Van spraakassistenten tot risicoanalyses bij de overheid. En van zelfrijdende auto's tot deepfakes. Je hoort steeds meer over kunstmatige intelligentie. Maar hoe werkt de techniek achter al die toepassingen? Wat zit er achter een computer die plots spraak, taal of beeld begrijpt? Een deel van het antwoord weet je al. Algoritmes. Kunstmatige intelligentie bestaat volledig uit algoritmes. En dat op zijn beurt is niet meer dan een duur woord voor een grote set met regels. Die regels, daar begon het ook mee. Zoals bij het stukje kunstmatige intelligentie wat in 1997 won van schaakgrootmeester Garry Kasparov. They passionately believed they could teach their machines to surpass the performance of the human brain. Voor dat programma hadden mensen met enorm veel schaakkennis allerlei regels bedacht, zodat de computer een score krijgt per positie op het schaakbord. Als je meer stukken hebt, is dat beter bijvoorbeeld. En als de tegenstander verder bij je koning vandaan staat, is dat waarschijnlijk ook goed. Zo kon die enorme kennis die wij hebben over schaken vertaald worden naar een manier die door de computer te volgen is. Hij hoefde enkel uit te rekenen welke zetten de hoogste score opleveren op het bord. En zo werkte vroege kunstmatige intelligentie. Expliciete regels, door mensen bedacht, vertelde de computer welke stappen je moet volgen om ons menselijk gedrag na te bootsen. Het lastige daaraan is dat we meestal niet weten welke regels we volgen om iets te doen. Welke regels volg je om te lopen? Of welke regels volg je om mij nu te begrijpen? We weten het niet en daarom is de moderne kunstmatige intelligentie eigenlijk gebaseerd op zelflerende algoritmes. Je vertelt ze niet expliciet wat ze moeten doen, maar ze moeten het leren uit een berg met data. Dat klinkt abstract, maar stel dat je kijkt naar het herkennen van geschreven getallen. Zo'n computer moet bijvoorbeeld leren dat er op dit blaadje een 8 staat. Dat kan doordat het duizenden tot miljoenen voorbeelden van getallen te zien krijgt. In het begin zal het daar volledig willekeurig op reageren. Het zal zeggen dat hier een 1 staat of een 3 en maar een beetje zijn ding doen. Iedere keer als het een fout maakt, passen we het dan aan, zodat het de volgende keer iets dichter bij het goede antwoord, een 8, komt. Uiteindelijk leert het dan na al die voorbeelden om precies de goede getallen te herkennen. Maar hoe kan het dat doen? Nou, dat komt doordat het patroonherkenning leert. Het kijkt bijvoorbeeld niet naar het getal als geheel, maar alleen naar of er aan de onderkant een kromming zit. Dat kan betekenen dat er een 8 staat of een 6. En als het dan slim is en zowel krommingen onder als boven ziet, dan weet het zeker, dit is een 8. Zo kan zo'n computer uiteindelijk door al die patronen samen te voegen, toch hele intelligente taken uitvoeren. En uiteindelijk soms beter worden dan een mens. On Deep Blue's 19th move, the champion resigns. Wil je meer weten over kunstmatige intelligentie in het dagelijks leven? Abonneer je dan op het YouTube-kanaal of kijk op de website.